Eigenlijk wil ik in deze video mijn quickshifts installeren van mijn Triumph. Ik heb op mijn andere motor heb ik een quickshifter en dat is echt zalig om mee te rijden. En eigenlijk kan ik, omdat ik op mijn andere motor een quickshifter heb waarmee ik zoveel rijd, ook niet zo heel goed schakelen met de motor. Dus dat leek me wel handig om erop te kunnen optrekken. Alleen, ik dacht dat heel snel even te installeren. Voor zover dat ik het begrepen had, is dit een stang die je vervangt die op de motor zit, waarbij dat een sensor bevat met een kabeltje. En dat kabeltje gaat naar uw ECU, heet dat denk ik, uw aansturing van uw motor. En dat blijkt ook het geval te zijn, maar de instructies zijn wel wat beperkt. Als in heel sumier. Dat zijn de instructies. Per model staat erop welke afstand dat je moet instellen. En dan staat er verder nog in tekst dat je het kabeltje moet aansluiten. Ik heb ook nog deze. Daar kan ik ook wel meer info in vinden. Maar ik heb al eens gekeken onder de tank. Onder de tank zou er een kabeltje moeten zitten. Daar zitten waar dit op past. Ik kon het zo niet direct vinden. Dus de eerste stap is eigenlijk deze handleiding volledig uitdokteren. Of toch in deze handleiding op zoek gaan naar hoe dat ik de tank kan verwijderen. En een keer dat ik de tank kan verwijderen, dan kan ik deftig aan dat kabeltje en dan kan ik hopelijk verder. Ik heb al ontdekt dat als je de quickshifter van Triumph zelf koopt, dat is een soort van Chinese knock-off van... Ik denk dat deze 100 euro kost en het origineel is 400 euro of zoiets in die zin. Maar volgens mij, als ik het goed begrepen heb, kan ik de handleiding van de Triumph Quickshifter downloaden en zitten daar wel de nodige instructies in. Ik heb al eens heel snel gezocht, ik heb inderdaad iets gevonden, maar ook daar is de tekening. Er zijn daarbij, in die handleiding staan tekeningen, dat is al een groot voordeel. Maar de tekeningen waarop dat te zien is, waar dat kabeltje zou moeten zitten, op basis daarvan kan ik het kabeltje nog altijd niet vinden, dus ik ben nog op zoek naar het kabeltje. Binnenkort meer, in deze video ga ik dus gewoon mijn motor wassen. Meer is het niet.